betreft markeren we hier eigenlijk een nieuw hoofdstuk voor jou, Sander. Ik hoop dat er mooie dingen hier gaan gebeuren. Ja, vandaag wordt eindelijk na anderhalf jaar zonder werk in de entertainmentbranche als pianist wordt mijn pianoschool Pianoles Drechtstede geopend. Hij was pianist van diverse Nederlandse artiesten, maar Dordtenaar Sander gooit het roer om en geeft nu les in misschien wel de kleinste pianoschool van Nederland. Zonder corona had hij deze stap waarschijnlijk nooit gezet. Ja, je hebt wel een spaarpotje en je hebt wel een pensioentje opgebouwd, maar als er niks binnenkomt, dan gaat dat heel hard. En hoe kwam dan dit idee tot stand? Ja, puur uit nood. Heel eerlijk, ik werd wakker op een ochtend en ik dacht, als ik dan toch dingen moet gaan doen die ik niet leuk vind, dan ga ik wel pianoles geven. Echt met die insteek ben ik erin gegaan, omdat ik een jaar of 20 geleden ook les heb gegeven tijdens mijn conservatoriumopleiding. Dat beviel niet zo goed? Nou ja, kijk, als jonge jongen wil je maar één ding en dat is op het podium staan. Dus ja, ik heb dat voor mijn opleiding wel gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, vanaf de eerste dag dat ik les ben gaan geven, ik vind het superleuk en daardoor ook bewust de keuze gemaakt om het roer volledig om te gooien. Jullie mogen gaan kijken nu, hè? Voordat hij er echt vol voor durfde te gaan, wilde hij wel even weten of er een beetje animo voor zou zijn. Uiteindelijk een berichtje op Facebook gezet van, jongens, stel nou dat ik wel les ga geven, komen jullie dan ook echt? Nou, toen kreeg ik zoveel enthousiaste reacties, waardoor ik toch weer ging malen van, joh, als ik dan les ga geven, dan moet het wel op een andere manier. Ik vond zelf dat pianoles een beetje een stoffig imago had. Bij heel veel pianoscholen leer je nootjes lezen. Niet dat dat verkeerd is, want dat is ook hartstikke goed. Maar ik vergelijk het altijd met een boek lezen. Je leert lettertjes lezen, dan leer je woorden lezen en dan ga je zinnen lezen. En uiteindelijk kun je een boek lezen. Nou, ik kan ook een boek lezen en ik kan het hele burgerlijk wetboek van voor naar achter doorlezen, maar dat maakt mij nog steeds geen jurist. Datzelfde is met nootjes lezen. Je kan leren noten lezen, maar dat wil nog niet zeggen dat je het instrument begrijpt. Nou, ik leer je hoe dat instrument in elkaar zit en hoe de muziek in elkaar steekt. En op die manier creëer je, als je dadelijk een liedje op de radio of op televisie hoort, dat je het eigenlijk direct kunt spelen. Ja, wil je pianoles op de traditionele manier, dan kan dat natuurlijk. Maar ja, je kan ook gewoon leren piano spelen. En dat gebeurt veel met kinderen. Dan vraag ik gewoon, joh, wat wil jij leren spelen? En dan zeggen ze, nou, dit liedje van Bruno Mars. En dan leer ik hoe dat liedje in elkaar zit. Nou, en dan zitten we lekker muziek te maken.